Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is maandag 23 december. Deze week wordt echt super leuk, want het is kerstmis. Woe! Het is nu rond 11:30. Ik ben nog eventjes in de souterrain mijn vlog van vorige week aan het uploaden hier. Super tof. Dit is wat ik aan heb. Dit colletje van de H&M. Deze blouse. De broek. En de shoes. Super leuk. Wat ik vandaag dus ga doen is ik heb met Tanina afgesproken en Sanne. Want we gaan naar het werk. Misschien vandaag ook nog met Lo, maar dat weet ik nog niet 100% zeker. En voor de rest zie ik eigenlijk wel wat ik ga doen vandaag. Ik moet sowieso ook nog kerstcadeautjes kopen. Dat moet ik zeker doen. Want ik heb of vandaag nog of morgen de tijd en dan is het finito. Dus ja, ik neem jullie gewoon weer mee in mijn week. Let's get started. We gaan beginnen met de week. Waar zitten we? Vertel het aan de kijker. En waarom? We gaan de tosti eten. Wat heb je besteld? Een tosti cheesy. En wat heb ik besteld? I have... Goedjebal. I have this. I have de 12 o'clock. Heb je het 12 uurtje gehouden? Ja, tuurlijk. Wil je dan wel proeven? Die is lekker. Stuur. Nou en? Ja. Ik heb geld daarvoor. Hey. Morgen, het is vandaag woensdag 25 december. Het is eerste kerstdag. Happy Christmas, Merry Christmas allemaal. Dit is wat ik draag. Deze blazer. Met deze trui. Super leuk. Dit blouseje erbij. Een zwarte broek. En dan mijn Chelsea boot. Wat we vandaag gaan doen. We gaan eerst naar mijn opa. Dan gaan we dobbelen en gewoon met de familie lekker samen zijn. En vanavond gaan we lekker uit eten. Dus daar heb ik super veel zin in. Ik neem jullie gewoon ook mee gezellig. Want jullie horen er toch een beetje bij de kerst. Dus let's get started. We gaan beginnen met deze eerste freaking kerstdag. Oh my god. Hoe vaak zijn we al naar rechts gegaan? Te vaak. In deze te lange tijd. Oh, wat vreselijk. Die Mattel. Nou, wat voor leuke present zijn we. Shit. Nee. En we mogen weer naar links. Pepper, we mogen weer naar links. Jee, ik heb mijn zwanenmokje weer terug. En we zitten weer, hey! Pepper, laat je kaars zien. Oké, inmiddels zijn we weer even thuis. Want ik had zeg maar een zwarte broek aan. Ik voelde me daar toch niet heel erg comfortabel bij. En hij zat ook best wel strak. Dus ik ben me nu aan het omkleden. Ik heb nu zeg maar die spijkerbroek weer aan. Let niet op de rommel daar. Maar ja, ik weet nog niet wat ik verder aan ga doen. Ik zet je even neer. Ik weet nog niet wat ik nu zeg maar aan ga doen. Ik denk gewoon wat ik gisteren ook aan had. Die streepjes blouse, denk ik. Want daar voel ik me wel gewoon comfortabel bij. Dus ja, weet je wat is gezegd van als jij je ergens niet comfortabel bij voelt, dan moet je het ook niet doen. Dus ik ga gewoon nu even snel omkleden. En dan gaan we weer naar opa en mieten we daar de familie weer en dan gaan we weer terug.
Goedemorgen, het is vandaag zondag, de laatste dag van de week. Het is nu rond 12 uur. Ik moet over een uur op mijn werk zijn. En vandaag neem ik jullie ook gewoon weer mee. Ik heb een aantal dagen niet gevlogd, omdat ik op tweede kerstdag heel erg ziek ben geworden. En voor de rest 2 dagen achter elkaar heb gewerkt. Dus ook niet echt heel erg boeiend was om te filmen laat thuis. En ik dacht, ja, ik trok het gewoon eventjes niet meer. Maar vandaag ga ik weer vloggen voor jullie. En dit wordt echt een hele leuke dag vandaag. Ik heb echt nu al zin om deze dag voor jullie vast te gaan leggen. Dus ik ga maar lekker met mijn luie kut de bank af. Of mijn bed af eigenlijk. En dan ga ik lekker alles doen. En dan op naar werk. Nou, we zijn dus klaar met werken. En we hebben lekker colaatje. Ik heb colaatje. Goedemorgen. Oh, maar dat heb ik wel gedaan vanochtend dit keer. Zo, het is een verandering hoor. Het is een keertje. Wat? Wat heb jij nou weer op je hoofd? Dat heet een proptelefoon. Pluspad. En ja, dat doet iemand heb je hier nou voor. Tegen? Heb je nou doet iemand hier voor stoppertje? Ja, dat is het gevoel. En heb jij nog wat te zeggen, Sandra? Die schoen zal afgeven. Halen. Oh my god. Okay. Dat mag er weer uitgeknipt worden. Ja, fijn. Voor mij. Weet je, je kan het ook meteen verwijderen van je camera. Maar... Nee, dat ga ik niet doen, want iedereen wil dit zien. De mensen die het kijken, dat zijn mijn ouders. 6 mensen willen dit allemaal zien. Is echt heel erg, maar Stan die skipt gewoon letterlijk de hele fucking vlog alleen maar om die 2 seconden waar hij in zit. Kan je dat zien? Nee, dat heeft hij 3000 keer tegen me gezegd. De rest allemaal, dat weet je van te horen. Dat kan ik van tevoren al spoileren. Lunchen met vriendinnen en shoppen bij de handen. That's very true, that's my life. Dus ja, dan weet je, toch al, of hij ligt weer met jongens. Artje voor de sfeer, voor de sfeer. Stan doet een artje voor de sfeer. Nou, daar... Mensen ook kapot. Zo'n zware dag gehad. Stan kan mij echt super goed nadoen. Dan hou jij je kop. Zie je precies dat. Maar goed. Zie je precies dat. Maar wat? Dat is heavy stock. Cool. Ik doe altijd een echte merk. Maar ik ga zo meteen eerst even naar de boodschap. Ik ben naar de Albertijn. En dan ga ik lekker naar huis. En dan moet ik weer werken. Want ik moet deze vlog online krijgen. En vind je dat werk? Ja. Hallo, ik werk. Achter een laptop. Op mijn editprogramma, dus dat is voor mij. Verdien je er ook geld mee? Nee, tuurlijk niet. Ik verdien helemaal geen ene. Nog niet, komt nog. Echt hoor. H&M, sponsor mij. H&M, als je dit ziet, kijk, sponsor mij alsjeblieft. Want ik heb nieuwe kleding nodig. En ik promote. Zonder mij is er helemaal geen H&M. Dus hallo H&M. Linkje in de beschrijving. Mijn e-mailadres staat in de beschrijving. Kun je me altijd mailen voor een leuk aanbod. Dat is een andere winkel, dat is Hallo Jumbo. Maar goed. En ik heb nieuwe kleding nodig. Volgens mij ga je 5 dagen in de week kleding shoppen. Dat is zo waar. Ja, het is zo waar, man. Wat doe je met de andere kleding? Niks. Niks. Aandoen. Je trekt het 1 keer aan en dan denk ik, ja, laat ik nieuwe kopen. Alles voor de foto, nee, grapje, dat is niet waar. Maar goed, ik spreek jullie later weer, want dit is niet boeiende informatie, dus Klopt. Verveel. En zoals je kan zien, ben ik weer thuis. Het was super gezellig op mijn werk. Ik ben nu in de souterrain. Ik zit aan mijn sojamelk met een lekkere gevulde koek hier. En ik sluit bij deze de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet dat notificatiebelletje aan te klikken voor nieuwe video's in jouw mailbox van mij. Dan wil ik jullie een gelukkig 2020 wensen. Want dit is de laatste video die jullie van mij gaan zien in 2019. Maar in 2020 ben ik er weer. En dan gaan we kijken wat 2020 mij allemaal brengt. Dus hele fijne feestdagen en een gelukkig 2020 namens mij. Doei doei!